Ja, ja. Koning Willy is jarig, hè? Ja. Koning Willy is jarig. En dan gaan we vieren. We zijn hier in Tel Aviv. Wij zijn Rotterdam studenten. We gaan hier een mooi feestje van maken. Met z'n. Nou, we zijn hier met een groep studenten, dus... Ik heb het programma niet bedacht, maar we gaan gewoon lekker meekomen. We zijn met de economische faculteit Rotterdam. Van de Erasmus Universiteit zijn we gekomen. Studytrip, van allemaal dingen doen. Dit is onze derde dag hier, in Tel Aviv. We gaan naar Jeruzalem toe. En een paar mensen van de commissie hebben een heel mooie reis bedacht. Ja, het is mooi. Het is echt verrassend. Ja, het is een hele mooie tijd. Heel verrijkend. Het is heel anders dan ik gewend ben. Ik ben best veel landen geweest, in Europa vooral. Maar het is weer een hele andere ervaring, hoe de mensen zijn en hoe je over straat, als je over straat loopt, wat je ziet. En ik vind het mooi, ik vind het een prachtige sfeer. Het is echt bruisend. Ook precies zoals eigenlijk wij het ook gehoord hebben op universiteit en vandaag met bij zo'n bedrijf die had over start-ups. Het is heel innovatief. Dat er zoveel, ijskranen, er is zoveel vernieuwing, er zoveel wordt gerepareerd of gerenoveerd of aangebouwd. Ja, dat getuigt naar mijn idee wel dat het echt leeft en dat het bloeit. Wat is nou een betere manier om vakantie te besteden dan hier? Gezellig met z'n allen. Ja, zo'n hele trippie. Kunnen we naar binnen? Ja, we kunnen naar binnen. I am outside. You need to walk up to the parking lot. Veel lekker. Ja, geweldig. Ja. Maar jij bent ook. Vandaag gaan we Koningsdag vieren in Israël. Allemaal leuk, met allemaal Nederlandse vlaggetjes. En verder gaan we gewoon genieten van de avond. En leuk in het Oranje. Lang leven de koning. Ja. Wij feesten voor de koning. Ja, zeker. Goed gevierd hoor. Altijd. Ik ga hard. Ik ga lekker. Ik ga los, we doen het allemaal. Ja, we doen het allemaal. Ja, we doen het allemaal. Ik ga hard. Ik ga lekker. Ik ga los, we doen het allemaal. Ja, we doen het allemaal. Ja, we doen het allemaal. Ik ben Aaron, ik ben van Nederland, oorspronkelijk van Amsterdam. Ik ben hier 4,5 jaar geleden naartoe verhuisd. Eerst voor mijn studie. En toen werd ik al heel snel verliefd op dit land. Ik kwam in het dagleven, allemaal feesten georganiseerd voor de internationale gemeenschap hier. En je had een organisatie die heet Going Dutch. En wat vrienden van me organiseerden dat en die waren er klaar mee en die zeiden van we zoeken iemand die het wil overnemen. En dat leek mij heel leuk, want ik zat toch wel aan de feesten. En toen zijn we begonnen, vorig jaar hebben we een groot feest in Amman gedaan. Toen kreeg ik de feedback, dat deed ik met wat vrienden internationaal. Zij zeiden, nou, we zouden het toch leuk vinden als het nog wat Nederlanders is. Wat meer Nederlanders, wat meer Nederlandse muziek. En toen zeiden we, nou, volgend jaar doen we het gewoon alleen maar Nederlandse muziek. Dus wat we nu doen hier, het is een feest dat ik vroeger organiseerde met allemaal andere vrienden, internationaal en Israëli's. Vanaf 11 uur gaat het open en gaat het samen. En tot 11 uur hebben we alleen maar Nederlanders hier. Ik ga hard, ik ga lekker, ik ga los, we doen het allemaal. Ja, we doen het allemaal, ja, we doen het allemaal. Ik ga hard. Ik ben Joel, ik kom oorspronkelijk uit Amsterdam. Ik ben 2,5 jaar geleden hier naartoe verhuisd. Ik ken Aaron vanuit Amsterdam. We zijn samen naar school gegaan. En Aaron heeft me benaderd om mee te doen met Going Dutch. En zo is het balletje gaan rollen. We hebben een aantal feestjes georganiseerd voor Sinterklaas, Valentijnsdag. En dit is ons eerste echt grote feest. En zoals jullie kunnen zien, het is een groot succes. Ik was het eerst helemaal niet van plan. Ik kwam hier naartoe voor mijn master. En ja, vrij snel werd ik gewoon verliefd op het land. Het warme weer creëert een heel ander soort cultuur. Iedereen is buiten de hele tijd. Dus het is heel makkelijk om mensen te leren kennen. Je leert constant nieuwe mensen kennen. Ik ben wel Joods, dus ik kwam hier al vanaf mijn achtergrond. En toen dacht ik ga mijn studie doen en daarna kom ik terug naar Amsterdam. En dat is gewoon nooit gebeurd. Ik ben uiteindelijk hier gebleven en hier zijn we nu met z'n allen Koningsdag in Israël aan het vieren. Ik werk nu in een project management platform, heet Dapols. En ik heb net een bar geopend met een groep vrienden, heet Javna. Ik ben aan het genieten van het leven hier. Ik ben vier jaar geleden hier gekomen om een stage te doen. Ik heb een stage gelopen van een half jaar bij de Nederlandse ambassade. En ik kwam natuurlijk wel heel vaak in Israël, maar alleen als ik kende Israël alleen als vakantieland. Je hebt toch altijd een soort van beeld van het conflict, oorlog, al toch een beetje op je hoede.
Maar na hier een half jaar gewoond te hebben, dacht ik van, nou ja, het is gewoon alsof je in New York rondloopt. Alles is 24/7, je voelt helemaal niks van het conflict hier in Tel Aviv. En zoals Aaron al zei, ik ben ook verliefd geworden op Tel Aviv. En na mijn studie in Amsterdam ben ik ook hierheen gekomen om aliyah te maken. Ik heb heel veel vrienden die hier naartoe zijn gekomen. De Joodse vrienden die zijn natuurlijk altijd bekender mee, maar ik heb heel veel niet-Joodse vrienden die me ook hier zijn komen bezoeken. En voor hun was het echt een heel totaal verschillende wereld. Sommigen van hun dachten echt nog dat het een woestijn was en dat er in kamelen rondliepen. Sommigen dachten dat je geen alcohol mag drinken, dat je niet kan feesten. Ja, heel veel vreemde ideeën die er vanaf komen, omdat je natuurlijk op het nieuws toch een beetje een ander beeld krijgt. Tel Aviv is echt een westerse stad, zou ik het gewoon noemen. Je hebt topfeesten, de Gay Parade bijvoorbeeld is hier ook heel erg groot. Ja, het is gewoon echt een topstad. En ja, ik ben hier heel snel gewend en verliefd op geworden. Ook een Israëlische dame leren kennen waar ik nu verloofd mee ben. Dus ja, ik ga nergens anders meer heen en ik heb het supergoed weer. Ik ben blij op mijn werk, ik ben blij met de feesten. Dus ja, het is heel gaaf en ik vind dit juist heel leuk te zien, omdat er zo 30 studenten die eigenlijk helemaal niks met Israël hebben, dan hier opeens zo neerkomen en op een feestje van King's Day in Israël terechtkomen. En dat ging dan via Secret Tel Aviv, dat een website hier het zei van is er iets voor King's Day? En nu zijn we met z'n allen hier aan het feest vieren. Dan hierna gaat het andere feest ook open, waar ik ook samen mee feesten organiseerde. En dan gaat het naar hip-hop en dance music. Het zijn twee zalen, nu hebben we alleen een kleine zaal. Maar hiernaast zit nog een grotere zaal, het is een grote club. En dat gaat dan ook open en dan wordt het een heel groot feest. Neem je mee op reis, ik neem je mee. Naar Rome of Parijs, ik denk dat je me moet vanuit je bakery.